Hey allemaal, leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Fred Maak Games. Ik ben Fred en ik maak games en vandaag gaan wij onze eigen platformen maken in Game Salad. Let's go! Klik op de link hier beneden in de beschrijving of ga naar gamesalad.com/slash download en klik op de knop Download voor Windows of Download voor Mac, wat je besturingssysteem is. Het lijkt in principe op GameMaker. En hier links bovenin, als we daar even gaan beginnen, heb je je library. En je library is je verzameling van de assets die je gebruikt. Oftewel de plaatjes en de muziek die jij uh, hebt gebruikt. En de, de scenes, dat zijn de levels. De layers, dat is een, uh, een concept waar we later nog op terugkomen. De actors, de media, dat zijn je plaatjes en je geluiden. En de behaviors. En nog. Tables, maar die gaan we nu niet behandelen. Dus je library is je verzameling van alles wat jij voor je game nodig hebt. In principe, dus de bouwblokken die jij voor jouw game gaat gebruiken om het te programmeren. Hier links onderin staan attributes en attributes zijn de eigenschappen van het, uh, hetgeen wat jij hebt geselecteerd. En in dit geval zijn dat uh, eigenschappen van actors. En een actor is het hoofdprincipe, het, het belangrijkste om te uh, begrijpen. Van Game Salad. Een actor is vergelijkbaar met wat in Gamemaker gebruikt wordt als een object. En een actor in Game Salad is dus een verzameling van behavior, een verzameling van gedrag. Uh, en, en op bepaalde voorwaarden en bepaalde plaatjes. Dus bijvoorbeeld, een actor zou bijvoorbeeld player kunnen zijn. Een player heeft bepaalde gedragingen. Bijvoorbeeld, ga naar links als een speldje naar links is ingedrukt, en ga naar rechts als een speldje naar rechts is ingedrukt. En zorg ervoor dat je de juiste uh, plaatjes erbij verzamelt. Of uh, spring op het moment uh, dat de speler op de, sp uh, de spatiebalk drukt. Dat soort dingen. Dat zou een actor kunnen zijn. Een onderdeel van de grond zou een actor kunnen zijn. Een enemy zou een actor kunnen zijn. Eigenlijk alles wat je groepeert met, een bepaalde, met uh, bepaalde gedragingen en bepaalde plaatjes. Hier in het midden is je stage. En je stage, is, dit is in dit geval de stage van de initial scene, is hoe het spel er aan de voorkant uit gaat zien. Dus dit is wat de spelers gaan zien op het moment dat ze een scene, dat is een level, in gaan laden. In dit geval, je begint altijd met een nieuw project, met game salad, met één scene. Dat is de initial scene. En die ziet er op dit moment zo uit. Dit is in dit geval dus gewoon uh, zwart. De, 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 de rode crosshair en de witte randen worden niet getoond dadelijk in de game. Dat zullen we dadelijk ook laten zien. Maar in ieder geval, dat is hoe de voorkant van de game eruit ziet. De backstage, dat is waar het echte programmeerwerk gaat gebeuren. En de backstage is waar jij het gedrag en de condities van de actors en de scene op gaat zetten. Daar komen we dadelijk nog op terug. Om mee te beginnen, laten we een actor maken: player. Uh, als, je, als je op Actor. Uh, laat even opnieuw zien. Op het moment dat je hier op Create an Actor klikt, dan wordt een Actor aangemaakt. Die kun je hernoemen door te dubbelklikken. En door te typen. Player. En zoals je ziet, openen hier twee nieuwe uh, velden. De attribute, bij de attributes wordt Actor geactiveerd. En hier bij Backstage wordt de Player Prototype geactiveerd. En Prototype is een begrip. Uh, dat heel belangrijk is in Game, of in game Salad. En de prototype is de blauwdruk van jouw actor. En wat ik daarmee bedoel is, je hebt een prototype en je hebt een instance. En an een instance is vanuit het Engels een instantie. Dus dat is een, een soort kloon van jouw prototype. En jouw prototype bepaalt hoe die clones zich gaan gedragen. Met het programmeren van je prototype zorg je ervoor... Dat je bepaalt hoe de rest van de clones zich dadelijk gaan gedragen. En voor player is dat niet zo belangrijk. Maar dadelijk voor bijvoorbeeld uh, stukjes grond. De uh, walls en de floors en zo. Die bestaan allemaal uit kleinere stukjes. Uit instanties van. Uit clones van het prototype. En die wil je natuurlijk voor zorgen dat die. allemaal op dezelfde manier gedragen. Dat wordt dadelijk een stuk duidelijker. Geen zorgen. Laten we beginnen met de player. En de player heeft natuurlijk een aantal plaatjes nodig. Laten we beginnen met het importeren van plaatjes. Nogmaals, alle assets die gebruikt worden vind je als een zipje in de link in de beschrijving. Zorg ervoor dat je die hebt gedownload voordat je aan de slag gaat. Heb je dat nog niet gedaan? Heb je ze nog niet uitge- of gedownload of uitgepakt? Pauzeer deze video dan even. Doe dat dan eerst door de link onderaan te volgen en kom dan terug als dat klaar is. Op het moment dat je dat hebt gedaan, kunnen we klikken op add Assets. Dat brengt je naar, als het goed is, de locatie van waar jij de Jungle Asset Pack hebt gedownload. De Jungle Asset Pack is een van de gratis assets die te vinden zijn op de website, die ik ook weer beneden in de beschrijving van de video zal zetten. En uiteraard, ik heb dit niet zelf gemaakt, dus ik moet hier uh, en ik wil hier graag credits voor geven voor degene die het heeft gemaakt. De naam en de link naar zijn portfolio staan nu onderaan in de video. Om te beginnen, Jungle Asset Pack. Als je daarop dubbelklikt, dan zul je zien dat er een aantal mappen zijn. In dit geval, bij Character, heb je uh, Files en Sprites. Dubbelklikt op Sprites, dan zie je dat er twee mappen zijn. En de ene Idle, de andere Run en een aantal losse plaatjes. In ons geval, voor deze game tot nu toe, gaan wij alleen nog even met Idle en Run aan de slag. En Idle, voor degenen die dat niet weten, is eigenlijk de stilstaande. Um, de animatie die moet gespeeld worden op het moment dat de character niks doet. Dus dan zie je dat hij altijd heel heftig ademhaalt. In ieder geval die gaan we als allereerste importeren door te dubbelklikken op, uh, op de map idle. En dan zie je dat er een, uh, even kijken, twaalf tal sprites te vinden zijn. En ja, als je hier in de detail preview ziet, zul je zien dat ze net allemaal iets anders zijn. Dit is de animatie van 0 tot en met 11. Dat zijn dus 12 plaatjes. Dit is de, de idle-animatie van het poppetje. Als je linksbovenin um, op uh, frame 00 uh, gaat staan en met shift -linkermuisknop, oh, shift linkermuisknop selecteer je alles in één keer. Je klikt op open en dan zul je zien dat ze hier aan de linkerkant bij media komen te staan. Deze plaatjes gaan we dus gebruiken om de idle-animatie te maken. En. Net als in GameMaker heeft ieder object, en in dit geval een actor, een, een, een eigen plaatje. Ook zonder animatie heeft het natuurlijk een eigen plaatje. En in dit geval is het het makkelijkste. Uh, die kun je hier instellen: drag image hier. Om die dus um, frame 00 te pakken, te slepen en hier los te laten. Dus zo ziet onze speler eruit zonder animaties. het makkelijkste om te laten zien hoe de Game Salad Workflow uh, werkt, kun je nu hierbovenin bij Library op Actors klikken. Dan zul je zien dat Player ook een thumbnail-icoontje heeft gekregen hier, wat je net heb, hebt aangemaakt. En op het moment dat je die in de stage sleept, heb je er een instance van gemaakt. Dan zie je hier ook dat er backstage twee um, tabbladen zijn. De ene is Player Prototype, de andere is Player Instance. En de prototype is dus wat je de actor die je hier links in de, in de library hebt gedefinieerd. En alle wijzigingen die je doet, doe je hier uh, um, met de prototype en niet met de instance. Op het moment dat ik nou weer terug naar de stage ga, dan zie ik hem hier staan. Als ik hier op klik, staat er uh, player prototype en player instance. Bij player instance staat er ook bij uh, dat hij gelokt is, om ervoor te zorgen dat je niet per ongeluk de instantie aanpast en niet de, echt uh, het prototype. Zoals je ziet uh, doet het nu nog niks. Om onze game te runnen draaien we net als bij GameMaker op de groene pijl play. En zoals je ziet gebeurt er niks. En is er niet veel bijzonders aan de gang. Om nu terug te gaan om wijzigingen aan te brengen klikken we hier links bovenin op back to editor. En dan zijn we weer terug. Het makkelijkste om mee te beginnen is om een animatie, is om de idle animatie op te zetten die we hier bij media al hebben aangemaakt. En om dat te doen hoeven we alleen maar op de actor links bovenin te klikken of op de actors tabblad dan op player en dan zie je hier dat dus uh, player prototype uh, geselecteerd is en nou komt het allerbelangrijkste van uh, game salad en dat zijn de rules en de rules is dus eigenlijk wat moet een bepaalde instantie van de prototype doen op het moment dat er iets gebeurt of niets gebeurt. Om als eerste voorbeeld te geven, we kunnen dus een regel maken die ervoor zorgt dat uh, de idle animatie afspeelt op het moment dat er niks gebeurt. Dus dat de speler niks doet, speel dan de idle animatie af. En om dat te doen kunnen we hier rechts op add rule klikken. En dan zul je zien dat er hier uh, dit blokje wordt aangemaakt. Dit kun je hernoemen door op dubbel te klikken op rule. En laten we dit bijvoorbeeld noemen Idle animatie. En dan staat er: When all of the following are happening. En in dit vak hier, definieer je dus de condities. Oftewel, wanneer moet er iets gebeuren. En eigenlijk in dit geval hoeft er nu uh, niks ingevuld te worden. De condities slaan we even over, omdat de idle animatie voor nu nog altijd moet draaien. Dus: When all of uh, following are happening, niks. Do. En als je die uitklapt, kun je hier dus de echte behaviors uh, plaatsen. En een behavior is dus iets wat er moet gebeuren. Een, een bepaald gedrag. En het handige is, je kan het, uh, je kan het hier typen. Uh, wat automatische zoekfuncties uh, heeft. Of je kan het uh, hierin slepen. En nou, waar sleep je dat dan uit? Dat staat hier linksbovenin bij library. De Tetrisblokjes zijn behaviors. En daarmee kun je dus. Um, uh, scrollen door wat er allemaal mogelijk is om uh, deze uh, actor iets te laten doen. Bijvoorbeeld display: tekst, uh, move to als in uh, verplaatsen. Um, even kijken: pause the game, pause music, je, uh, reset game. Uh, je kan van alles doen. Om ervoor te zorgen dat hij animeert, uh, moeten we de hier um, heel simpel intypen: animate. Game is, in het, uh, is uh, natuurlijk in het Engels gebouwd, dus we moeten ook in het Engels zoeken. En animat uh, Animaties is Animate. Dus je klikt op Animate, Enter en dan zie je dit vakje. Ik ga dit heel even naar boven slepen, zodat we een beter overzicht hebben. En dan zie je hier um, het Animate blok. En het Animate blok bestaat uit vier verschillende onderdelen. Dat is ten eerste welke uit welke frames moet er geanimeerd worden. Hier kun je dus uh, plaatjes inslepen. Dat kunnen we hier doen bij Media. En wat we willen doen, een animatie is natuurlijk eigenlijk het heel snel achter elkaar afspelen van verschillende um, plaatjes. En wat we in dit geval dus willen doen, de idle animatie bestaat uit deze, al deze 12 plaatjes. Dus wat we doen is, we gaan op frame 00 staan, klikken we met de linkermuisknop, scrollen naar beneden en met shift klik selecteer je ze allemaal en sleep je ze heel simpel hierin. Zoals je nou ziet staan. Alle plaatjes uit de idle-animatie hier in de animate-box. Laten we de animate-box even hernoemen naar um, idle-animatie. Um, dit is eigenlijk een rule, dus dit zou het beste idle-animatie rule kunnen heten. Ah, laten we het gewoon idle noemen, dat is misschien makkelijker. Idle. Zo, so, idle nogmaals, wil zeggen stilstaand. Of bij geen beweging, of wat er, wanneer er niks gebeurt. Oké, okay, dus we hebben deze frames allemaal ingevuld. En dan komen we bij het volgende: Animate at. En dat is het aantal frames per seconde. waarin je de animatie wil laten uh, spelen. Hoe hoger uh, dit getal, hoe sneller de animatie uh, gaat. En laten we het gewoon even op 10 houden. Dat is hartstikke prima. Loop is of een animatie moet stoppen. op het moment dat hij de laatste heeft bereikt. In dit geval is dat dus is het niet zo. Hij moet, hij moet blijven. Uh, dooranimeren, dus we moeten loop aan laten staan. Laten we eerst eens even kijken uh, wat er gebeurt op het moment dat we nou de game runnen. Alright? Oké, okay, dus als we nu terug gaan naar play, dan zul je zien dat de player inderdaad een idle animatie heeft, zonder dat er iets gebeurt. Oké, okay, back to editor. Om het ons even wat makkelijker te maken, ga ik de actor en dus alle plaatjes ook iets groter maken, en dat kunnen we heel makkelijk doen door bij actors te klikken op player. En hier naar attributes te gaan. Attributes zijn dus de eigenschappen van, van een bepaalde actor. En om daar meteen even um, bij te kijken: hier staat dus bijvoorbeeld de name player. Uh, de, de positie waar die nou staat: dat is nu uh, niet zo. De rotatie, de kleur. Uh, welk plaatje er actief moet zijn. En verder zijn er nog een aantal eigenschappen die zich focussen op de natuurkundige wetten. Zoals bijvoorbeeld hoeveel zwaartekracht. Hoe, uh, hoe, hoe zwaar is hij? Hoeveel uh, wrijving heeft hij met de rest van de objecten. Hoeveel zou hij moeten bouncen op de rest van de objecten? Heeft hij een in dit geval wat wel zou moeten. Een fixed rotation. Dat wil dus zeggen dat wat er gebeurt. De speler moet niet dit kunnen doen. Ik ga eerst uh, de size even veranderen. Dat is makkelijk. Als je de size hebt, dan zie je hier width 19 en height 34. Laten we hem gewoon even twee keer zo groot maken. 2 keer 19 is 38. En 2 keer 34 is 68. Hoppakee. Zo. Nou is zien in ieder geval wat groter. En om een voorbeeld te geven. Hier bij, um, bij physics stond um, fixed rotation. En fixed rotation wil zeggen dat hij niet. Nou moet ik even kijken waarom ik hem nou. Ah, dat hij niet dit kan doen. Dat hij niet op deze manier kan draaien. Dus op het moment dat we die. ...fixed rotation aanzetten, dan blijft die zo staan. En dat is ook wat we willen. Als we nu op play drukken, dan zul je zien dat er niks is veranderd... ...behalve dat het plaatje letterlijk groter is geworden. En die schaalt dus ook automatisch mee met de animatie. Dus je hoeft niet ieder plaatje twee keer zo groot te laten maken. Je hoeft alleen maar de actor die de plaatjes inneemt... ...twee keer zo groot te laten maken. Oké, okay. dat is in ieder geval voor nu de player... Laten we er nu voor zorgen dat het player, het is een platform game, dus laten we er ook voor zorgen dat hij zwaartekracht heeft. En dat is heel simpel. Zwaartekracht is iets wat, wat iedereen natuurlijk ervaart zonder er iets voor te hoeven doen. Dus dat kunnen we mooi in onze doen. Dus hier hebben we natuurlijk in de rule idle hebben we de um, behavior idle animatie. En wat we nu dus ook kunnen doen is een gravity um, toevoegen hieraan. En als we dan naar behaviors gaan, daar staat er... Um, Accelerate. En accelerate is het toepassen van een bepaalde snelheid. Als we die erin slepen en we noemen hem meteen gravity. Dan kun je hier uh, bepalen in welke richting hij moet gaan versnellen. En dat is natuurlijk richting de grond. En wat je hiermee kunt doen, is bijvoorbeeld zeggen als je hem um, naar beneden wil laten gaan. Dan, oh, sorry. 90 is omhoog, dus 270 is naar beneden. Oké, okay. relative to the scene in dit geval. Hij moet naar beneden. Uh, hij moet niet relatief versnellen aan zichzelf, maar relatief aan waar hij op dat moment in de scene staat. Met een versnelling van, laten we het even lekker hoog gooien, 800. Oké, okay, dus zonder iets te doen, wordt zwaartekracht toegepast op onze speler. Door te zeggen: uh, pas een versnelling toe van 800 in de richting naar beneden. Als we nu op play klikken, zul je ook zien. Dat hij inderdaad naar beneden valt. Oké, okay. dit is geen game. Dit is, uh, <laughs> hier moeten we iets aan doen. Dan moeten we er alleen natuurlijk voor zorgen dat we een grond hebben om de speler tegen te houden van dat hij van het scherm afgaat. Om dit te doen zullen we dus weer bij actors een nieuwe actor moeten aanmaken door hier op het plusje te klikken. Dubbel klikken. We noemen hem grond. En dan hebben we natuurlijk een plaatje nodig. Nou, dat plaatje hebben we natuurlijk. Uh, nog niet toegevoegd, maar dat hebben we wel in het pakket zitten. Als je hier rechtsbovenin op het plusje klikt. Je gaat even een paar terug. Ik heb hem hier in de root zitten. Tile 1 is een voorbeeld tile van iets wat we kunnen gebruiken. Nou, tile 1 is, uh, is een stukje grond wat uit het asset pakket komt. En als wij daar uh, linksbovenin bij actors klikken op grond. Dan kunnen we hier het plaatje toekennen. Wat we net hebben toegevoegd. En dan zul je zien dat wordt toegevoegd. Oké. Okay. Een aantal dingen. Op het moment dat wij de grond erin zetten, zul je zien dat de grond een stuk kleiner is. Dat komt omdat wij de actor van de player een stuk groter hebben gemaakt. Die kunnen we dus het beste wel even terugzetten. Bij player. Uh, attributes actor. Size. Oh, ik heb de instance. Kijk, daar ga je al. Ik heb de instance aangepast. Dus dat gaat natuurlijk fout. Dus het, wat we. Kunnen we twee dingen doen? Of we kunnen dus. Het, het, uh, we kunnen deze instance weer aanpassen. Of het nog makkelijker is. We kunnen hem verwijderen. En vanuit actors gewoon toevoegen. Als ik nu op play klik, dan zul je zien dat hij niet bounced. Oei. Maar dit hadden we ook bij de Pac-Man-game. Uh, uh, en hierbij uh, zijn we één ding vergeten. En dat is namelijk. in... De rules van de player hebben we hier uh, bij idle. We hebben natuurlijk de idle anima animatie en de gravity. Het enige wat we nog moeten doen is. Um, het kunnen we misschien beter een nieuwe rule toevoegen. Dus als je deze dichtklapt door op het beltje te klikken, dat dus vind ik persoonlijk een heel stuk makkelijker omdat het niet zoveel ruimte opneemt. Dus we klikken hier op add rule. En in dit geval zeggen we collisions, als in botsingen. Nou, wat willen we doen? We willen do. Collide. Uh, bounce when colliding with. Oftewel, um, zorgen voor dat er, dat er middels de botsing de speler tot, tot stilstand komt. En wanneer moet hij dat doen? Op het moment dat hij collide met de grond, uiteraard. Nou, de grond hebben we hier natuurlijk al staan. En we hebben onze speler net daarboven gezet. Laten we hem even hier helemaal hier neerzetten. Als we nu op play klikken. Oké. Okay. Dit, dit zou natuurlijk een hele coole uh, game mechanic kunnen zijn, maar om dit uh, te fixen moeten we eerst even begrijpen wat er fout gaat. De speler collide nu met de grond en in plaats van dat hij tot stilstand komt te staan met de grond, wordt de grond uh, mee bewogen door de kracht, door de physics van de speler. Om dit te veranderen, moeten wij even bij, het, uh, bij actor de grond, moeten wij het volgende aanpassen. Bij physics denk ik dat het staat, ja, bij physics staat er hier namelijk de uh, checkveld movable. En als we die uitzetten, movable wil natuurlijk zeggen of die wel of niet kan uh, bewegen of verplaatsen. En dat moet natuurlijk niet zo, want het is grond. Dus op het moment dat we nu op play klikken, <laughs> zie je dat onze speler enorm... Uh, bounced, Maar je gaat in ieder geval niet meer er doorheen. En de reden dat ik jullie dit laat zien, is omdat dit nou eenmaal de, um, de standaard zijn die ingesteld zijn op het moment dat je game zelf het gebruikt. Dus je zult je bewust moeten zijn van de verschillende waardes die je aan moet passen. In dit geval is het zo dat de grond een bounciness van 1 heeft. En dat is natuurlijk onzin: want op het moment dat jij springt, dan bounce jij. Niet of heel, heel erg nauwelijks. Dus we zetten hem voor nu even op 0. En dan zul je zien dat hij nog steeds springt. En dat komt omdat ik uh, vergeten ben om de bounciness van de player ook uit te zetten. De player moet natuurlijk net zo min bouncen op het moment dat hij de grond raakt. Uh, dit zou bijvoorbeeld wel kunnen op het moment dat je een, uh, een enemy uh, op een enemy stuitert. Maar dan moet je de bounciness van de enemy op 1 zetten. En niet die van de speler of van de grond. Dus in dit geval ook weer bij physics. Uh, nee, so, ja, physics, bounciness, zetten we op 0 en we drukken op play. En hij staat en hij animeert en hij doet verder nog helemaal niks. Oké, okay, de volgende stap is dus om beweging toe te voegen aan, ons, uh, aan onze player. En om dat te doen hebben we dus weer de player um, actor nodig. En we hebben hier natuurlijk al twee rules, namelijk idle en collisions. In dit geval gaan we even een nieuwe group toevoegen. Je kan uh, rules ook groeperen. En laten we trouwens eerst beginnen met het toevoegen van een nieuwe rule. Dan doen we de groep achteraf. Klik op New Rule. Die rule noemen we uh, Move Right. Als in Beweeg naar rechts. En when all of the following are happening. In dit geval, dit is de eerste keer dat we echt met de uh, conditions gaan werken. En wanneer moet een speler naar rechts bewegen? Dat is natuurlijk op het moment. Het WSD-werk is het natuurlijk de D die ervoor zorgt dat je naar rechts gaat. En anders is het pijltje naar rechts. Laten we. Voor nu even pijltje naar rechts gebruiken. En wat je hier in dit geval kan doen om ervoor te zorgen dat een key afgehandeld wordt. Een bepaalde toets van het toetsenbord afgehandeld wordt, is in te typen key. Enter. Staat er hier Receives a key press. En dan een, uh, een tekstveld is down. Het eerste, uh, de eerste box wil zeggen, oké, okay, welke, voor welke toets wil je dat ik iets afvang? En de rechter is, uh, wil zeggen. Oké, okay, wil je dat ik het dan doe op het moment dat ik hem indruk of dat ik hem, in, dat ik hem loslaat. In dit geval wat wij willen doen is dat hij naar rechts beweegt op het moment dat we op pijltje naar rechts klikken. En wat hij nu doet is receive a key press. Als je erop klikt, dan recordt hij nu wat jij op je toetsenbord intoetst. Dus op het moment dat ik naar pijltje naar rechts klik, dan vult hij meteen in right. En dat is ook precies wat ik wil. En die moet natuurlijk ingedrukt zijn, niet losgelaten worden. Dus down is prima. Down is ingedrukt houden. Uh, up is loslaten. Oké, okay, dus. Dit is de eerste rule die we hebben. Dat is in dit geval ook alles wat we nodig hebben. Uh, op het moment dat wij naar do gaan, moet hij dus daadwerkelijk naar rechts bewegen. En de makkelijkste manier wat we kunnen uh, doen om nu in ieder geval het voorbeeld te geven, is te zeggen move. Uh, je hebt move en move to. En move wil zeggen, oké, okay, beweeg gewoon, uh, beweeg een kant op en move to wil zeggen, beweeg naar een bepaalde uh, positie in het veld. In dit dit geval moeten wij dus hebben natuurlijk move. Oké, okay, Move lijkt een beetje op uh, wat we net hadden met, het, um, met de zwaartekracht. In dit geval Move in Direction. We gebruiken nu uh, Move Right. Dus laat ik dit eventjes omhoog gooien. Move Right, dus dat wil zeggen dat de direction 0 goed is. Dat zie je hier ook aan het draaibielletje. Relative to Actor, dat klopt ook in een additive way. Dat klopt ook al. At the speed of, laten we 300 gewoon aanhouden. Dat is prima. Wat we moeten doen is ervoor zorgen dat hij ook daadwerkelijk gaat animeren. Dit doen we dadelijk. Laten we eerst even zorgen dat de beweging helemaal klopt. Uh, wat we nu kunnen doen is: uh, we moeten de move left natuurlijk ook hebben. En dan kun je de nieuwe rules op opstellen dezelfde manier als wat we net hebben gedaan. Maar je kunt ook een rule kopiëren door uh, alt ingedrukt te houden en move right te slepen naar onder move right. En dan voegt hij een kopie van de rule toe. In dit geval dubbelklikken we op de rule die we net hebben aangemaakt. Move left. En nu is het enige wat we aan hoeven te passen is receiver key press. Niet right, maar left. Dat krijg je door te klikken op de linker uh, pijltjestoets. Is down. En in dit geval do moet natuurlijk niet naar 0, maar naar 180 graden zijn. En 180 graden is naar links. Oké, okay, dus we hebben nu move left en move right. Ik sla ze even op. En om te laten zien wat er gebeurt op het moment dat je ze groepeert, wat echt een heel stuk fijner is, klik op Add Group. En dubbelklik op Group en zegt: euh, Nou, laten we deze groep Player Controls noemen. Om ervoor te zorgen dat de Player Controls lekker bij elkaar staan. Vervolgens kun je de, de rules verplaatsen naar in, in de groep. En nu hebben ze allebei in een groep staan. En dan nou is het een stuk overzichtelijker als je ze allemaal dichtklapt. Goed, als we nu spelen, dan zul je zien dat onze speler niet helemaal lekker reageert. Dat komt omdat de snelheid enorm uh, uh, hoog is. Dus laten we zeggen, player controls move right. Uh, dan hebben we hier ergens een move staan. Laten we hem halveren, 150. Datzelfde moeten we natuurlijk doen met move left, 150. Right. Oké, okay, vervolgens spelen we hem nog een keer. Dit is al een stuk beter, in ieder geval voor nu. Maar je ziet dat de animaties nog steeds hetzelfde blijven. En hij kijkt niet echt de goede kant op. Dus wat we nou gaan doen is ervoor zorgen dat de animaties daadwerkelijk uh, erin komen. Daar hebben we natuurlijk wel de animaties zelf voor nodig. En het voordeel is is dat we maar één setje van animaties nodig hebben. Dat is namelijk degene dat hij naar rechts rent. Of naar links, maakt niet uit. Maar in ieder geval één van de twee. Je hebt ze niet allebei nodig. Dus wat we doen is nu: je klikt op het plusje. Je gaat naar de jungle asset pack character. Sprites run en dan hebben we hier een run animatie staan van acht plaatjes. Klik op enter en je zult zien dat ze allemaal toegevoegd zijn. Wat we nu moeten doen is uh, vrij simpel hetzelfde als wat we, wat we namelijk met idle hebben gedaan, maar we combineren het met de conditions die we net hebben opgezet. Move right klappen we uit. dan staat er hier dus ook al een move bij. En het enige wat we hier hoeven te doen is eentje toe te voegen, namelijk Animate. En bij Animate hebben we de welbekende animatie uh, sequence die we hier moeten toevoegen. Die kunnen we hier links vinden de, bij de library uh, media. Dat zijn frame 0 tot en met frame 7. Die slepen we erin. En hier is het belangrijk om het volgende uh, op te merken: namelijk op het moment dat je naar rechts gaat, de animatie is naar rechts. Dat zie je ook. De 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 plaatjes zijn naar rechts georiënteerd. Hier hoeven we verder niks meer aan te doen. Maar waar we even voor moeten opletten is dat we als we dit ook toe willen voegen bij move left, wat ik nou ga doen, move left. Daar kan ik onder de move natuurlijk ook weer animate bij aan toevoegen. Maar wat we nou doen, we moeten natuurlijk ervoor zorgen dat hij ook naar links, dat de animatie ook naar links gaat. En in dit geval is het zo dat hij nog steeds naar naar rechts gaat. Om dit aan te passen hoeven wij niet heel de animaties aan te passen, hebben we ook geen andere plaatjes nodig. Het enige wat we hoeven te doen, is dat we een extra uh, behavior toevoegen. En dat is namelijk. Uh, moet ik even kijken uh, waar die staat? Dat is change attribute. In dit geval change attribute. En een attribute uh, dat verwijst naar de attributes die hier ook bij staan. En als je hier kijkt, zie je hier bij graphics de attribute. Uh, even kijken, waar staat die? Flip horizontally staan. En flip horizontally wil zeggen: Als je hier naar links kijkt, als je die uit hebt staan, dan blijft die gewoon zoals die staat. En flip je hem horizontaal, dan draai je hem bij wijze van spreken om. Dit is een hele simpele manier om ervoor te zorgen dat ook alle animaties, want dit, dit wordt dus ook toegepast op alle animaties, alle images binnen alle animaties, om die dus in één keer om te draaien. Wat we daarvoor moeten doen, is twee, uh, twee dingen, namelijk voor allebei de move. Uh, functies, move right en move left, moeten we ervoor zorgen dat de flip horizontally aan of uit wordt gezet. Nou, wat we daarmee hoef, uh, moeten doen, is: We hebben natuurlijk change attribute, de rule hier. Laten we die even noemen: uh, uh, Dit is uh, move left, dus um, flip horizontally, flip horizontally. Uh, en dan het enige wat we hoeven te doen, is hier op uh, het pijltje naar beneden te klikken. En wat je dan krijgt is. Een aantal variabelen die je aan kan passen. En het aantal variabelen dat je aan kan passen in dit geval is alleen maar attributes. Uh, waarvan wil je het aanpassen? In dit geval player. En zo kun je doorklikken. Uh, wij hebben nodig graphics. En bij graphics, dit zijn uh, de, de dingen die je aan kan passen. Bij graphics hebben we nodig flip horizontally. En daar moet je op dubbel klikken. En dan staat er dus set de graphics van zelf. Self wil zeggen je eigen actor, de eigen instantie waar je naar kijkt. Self.graphics.fliphorizontally. Dus wil zeggen: flip, uh, flip je, je image en zet die naar welke waarde. Nou, um, wat we in Game Maker Cursus ook hebben gedaan, is dat je in principe als het een Boolean is, wat je hier ook ziet, hierachter zie je altijd bij de properties wat voor soort type data het is. Een Boolean is iets wat ofwel of niet is. Dus een 0 of een 1. Maar bij Booleans is de 0 heet false en de 1 heet true. Dus wil in dit geval. Uh, op het moment dat wij naar uh, links bewegen, wat wij nu dus gaan doen, dan moet die flip horizontally aanstaan. Omdat die normaal gesproken naar rechts georiënteerd is. En als je hem omflipt, kijkt hij dus naar links. Wij dus flip horizontally op true. Die moeten we even zelf intypen. En het enige wat we nu hoeven te doen, is datzelfde te doen voor right. Maar dan natuurlijk. Uh, oh, wacht even. Waarom pakt die? Ah, zo. Move right. En in dit geval hebben we dus move en animate. En het, uh, de enige rol die we er toe moeten voegen is change attribute. En de attribute moet zijn: attribute player. Je kan dit venster trouwens verslepen, wat ik erg fijn vind. Graphics flip horizontally. Die moeten we naar vals, natuurlijk. Vals. We hebben net die andere naar true gezet. Um, Oké. Okay. Dat zou het moeten doen. Op het moment dat we nu op play klikken, dan zie je als je naar links beweegt, dan beweegt hij daadwerkelijk naar links. Ik heb. Nog even uh, te weinig grond om het daadwerkelijk te laten zien. Anders gebeurt het dit. <laughs> uh, wat ik nu even ga doen om het te laten zien, dit hoef je zelf niet te doen, maar dat maakt het mij even makkelijker. Is om uh, het level dusdanig aan te passen dat je het ziet. Of weet je wat? Ik kan ook even dus de, de zwaartekracht uitzetten. Dan kan ik ook meteen even laten zien hoe dit uh, principe werkt. Op het moment dat je uh, idle bent, zet ik nu even de zwaartekracht uit door letterlijk op. Om te klikken. En dan zie je dat hij of staat. Dat wil dus zeggen dat alles wat er hier binnen dit blok gebeurt. Dat kun je natuurlijk ook op groepen en op uh, aparte rules doen en op behaviors en op conditions, kun je die aan- of uitzetten. In dit geval heb ik de zwaartekracht dus uitgezet. Dus je ziet dat mijn poppetje blijft staan. En zoals je ziet, als ik naar links een uh, pijltje links doe, dan animeert hij naar links en naar rechts een pijltje naar rechts. En als ik ze allebei loslaat, dan springt hij terug naar idle. Oké, okay, dit is wat ik in deel 1 allemaal wilde laten zien. In ieder geval in de volgende video gaan wij nog iets uitgebreider in op de player movement. en zorgen ervoor dat de speler ook daadwerkelijk kan springen. En dat er wat enemies uh, zijn, dat er wat hitpoints zijn, dat het spel opnieuw wordt geladen. op het moment dat de speler in een, in een gat valt, dat soort dingen. Dat komt allemaal in de volgende video. Ik hoop in ieder geval dat jullie met deze video een basis hebben gekregen van hoe Salad werkt, wat het precies is. en hopelijk ook wat je ermee kan. En ik hoop ook dat je zelf wat gaat uh, rondspelen met de editor, met wat je allemaal kan, met de behaviors, met de conditions. Want je kunt echt een hele hoop maken met uh, Salad. En dan zie ik je natuurlijk graag de volgende video weer terug.